gewoon er een beetje tegenaan hangen. En even aarde. En zo biedt de 250 jaar oude rode beuk achter in de tuin van Gerda Boogaard haar troost en steun. Ik heb er ook een beetje haat-liefde verhouding mee hoor. Ik vind hem prachtig, maar er komt wel enorm veel blad af. En hij haalt de zon uit je tuin, maar hij maakt eigenlijk alles goed door zijn schoonheid. En die schoonheid, daar moeten meer mensen van gaan genieten. De boom is de Utrechtse inzending voor de verkiezing Boom van het Jaar. De IJsselsteinse Ton Cornelissen is betrokken bij de verkiezing en kent deze boom al zijn hele leven. Je kan hier rustig een dag zitten kijken en dan zie je elke keer weer andere vormen. De hoeveelheid takken die zo'n boom draagt. De hoeveelheid bladeren die heeft. Hij heeft een kruindoorsnee van ruim 45 meter. En dat is Europees gezien de breedste kruin. De boom is dus groot en uniek, maar voor de familie Boogaard heeft de boom ook emotioneel veel waarde. Vooral de overleden man van Gerda was gek op de rode beuk. Mijn zoon heeft zijn beukgenootje op een gegeven moment in een potje gezet, die is gaan ontkiemen. Er is een klein boompje uit ontstaan en dat heeft hij bij het graf gezet. Dus de boom is weer een beetje bij hem. Vanaf vandaag kan er gestemd worden en wie weet wordt de rode beuk door de verkiezing beroemd en gekroond tot boom van het jaar. In IJsselstein zelf zullen er ongetwijfeld heel veel mensen zijn die hem kennen. Maar verder, ik zou het niet weten. Ik vind het wel leuk. Hij verdient het wel.